Jij bent nu hier aan het interviewen, hè? We hebben regeringsmensen gesproken, minister, oppositie, die je pittig aan de tand voelt, want je wil weten hoe het zit. Onmogelijk daar op de publieke televisie. Als ik daar heen begin, moest ik er ook aan wennen. Dus dan sprak ik nog op, hè, hoe zit het met publieke omroep? Het is geen publieke omroep, het is staatstelevisie. Staatstelevisie, staatsradio, staatskranten. En daar zetten zij hun eigen mensen neer. En dat, als je dat ziet, valt je mond echt open van verbazing. Gewoon het grote journaal elke avond. Het is gewoon verkiezingsretoriek. Avond aan avond, oppositieleden worden zwart gemaakt. De Donald Tusk, de voormalige voorzitter van de Europese Raad, oppositieleider, die zie je op foto's alleen nog maar handen schuddend met Poetin. Mm-hmm. En dat is een vijand van het volk.